een historische dag. Nog nooit eerder werden er in de woondiensten zo massaal actie gevoerd. Er zijn bijna 3000 stakers hier in de jaarbeurs. En de mensen zijn het zo ongelooflijk zat om niet gewaardeerd te worden voor het werk wat ze doen. We hebben actie gevoerd in de afgelopen periode. En de hele jaarbeurs stroomt vol. Het is gewoon fantastisch. En samen staan we sterk. En als het niet lukt met deze dag, dan gaan de acties gewoon door. Maar het is duidelijk dat men hier rechtsop te zitten wacht op een goede en eerlijke en rechtvaardige CEO. En wat dat betreft denk ik dat we er echt voor moeten gaan, want bij de bestuurders prikken we er nog niet door. En dat heb ik aan mijn eigen bestuurder wel gemerkt. Dus ik hoop dat dit echt wel een impact gaat krijgen. Ja, werkgevers dachten dat het niet leefde onder het personeel van de corporaties, dat er iets aan de hand was met de CEO. Zoals u kunt zien achter mij, de zaal die barst helemaal vol van de medewerkers. En beter kan het niet, de werkgevers zullen moeten gaan nadenken over hoe ze nu verder moeten gaan. Actie 9-1 en stijgen we nou. We zijn hartstikke trots op deze enorme opkomst. Buiten verwachting. Medewerkers komen allemaal voor de goede CAO. We geven een krachtig signaal af aan Edis.